Batman Arkham Asylum was de verrassing van 2009 en eindelijk was er een comic game die goed was. Die goed te pruimen was om je op af te juichen als comic freak geek, dat wat Wouter is. En de grote vraag is dus nu ook, Arkham City, de opvolger van deze game, van deze verrassing, wordt die nou beter of valt het toch een beetje tegen? Arkham Asylum begin je eigenlijk met dat de Joker wordt opgepakt. Die gaat de gevangenis in, Asylum in. Ja. Maar wat is het verhaal achter Arkham City? Nou, zoals een goed vervolg hoort te zijn, moet alles groter. Dus ook de gevangenis in dit geval. En dat is gewoon een heel stadsdeel van Gotham City geworden. En Bruce Wayne, dus dat is het alter ego van Batman, die vindt dat niet cool. Die weet zeker dat dat misgaat en die spreekt zich erover uit. Die gaat erover protesteren. Maar speel je dan ook met Bruce Wayne? Want ja, dat kon niet in het eerste deel. Nee, dat mag ik eerst niet vertellen in de review, maar... Het woord is uit. Je begint als Bruce Wayne zijnde en dan word je in Arkham City geflikkerd. En dan trek je je pakje aan en dan ga je iedereen op zijn sodomieten geven. De pleuris die breekt uit. Ja. En je hebt dus Arkham City waar je in kan huishouden. Maar is het een soort van open wereld? Want je kon overal in de stad kon je naartoe. Ja, het is echt behoorlijk free roaming. Je hebt ook allerlei verschillende moves gekregen om je door de stad heen te bewegen. Want anders duurt het allemaal heel erg lang als je moet lopen natuurlijk. Maar je hebt dus ook bijbehorende side missions. Ook echt een paar ontzettend pittige motherfuckers zitten ertussen. Wat moet je dan bijvoorbeeld doen? Nou, je hebt bijvoorbeeld de moeilijkste die ik had, is dat je hebt dus nieuwe moves gekregen. Je kan heel lang zweven, maar je kan ook bijvoorbeeld een omhooggaande beweging maken met je cape. En dan moet je op een gegeven moment moet je in een soort van virtual reality missie moet je door verschillende punten in de stad moet je heen vliegen. En dan krijg je echt op een gegeven moment moet je echt door een gebouw heen, vlak over de grond. En dan helemaal door het gebouw heen. En dan zorgen dat je de randjes niet raakt. En dat heb ik echt letterlijk 20 keer overnieuw moeten doen. Maar je hebt het wel gehaald. Natuurlijk heb ik het gehaald. Uiteindelijk moet je het wel halen. En je hebt bijvoorbeeld ook weer de Riddler trophies. Dat zijn van die groene trofeeën in de vorm van een vraagteken. Die over de hele stad verspreid. Die had je ook al in Arkham Asylum. Maar nu zijn het er volgens mij 20 keer zoveel. Een stuk of 400 volgens mij. Ja, er gebeuren zoveel vage dingen. En er zijn zoveel bad guys die in voorkomen. Er was in één al heel veel. Dan had je Joker, had je de Harley Quinn en dan had je Bane. En nu heb je die allemaal weer, plus nog veel meer. Ook in de sidequests. Maar in de eerste game je ging dus op zoek naar de Joker. Die was uiteindelijk toch ontsnapt, verdwenen. Ja, en die is er nou weer. En die is er nou weer, maar zit er wel een rode lijn in het verhaal? Is er een bepaalde eindopdracht waar je naartoe aan het werken bent vanaf het begin? Of is het gewoon alle bad guys opsluiten? De Joker is weer de main bad guy. Dat is weer de gast waarvan je vanaf het begin achteraan zit. En het is natuurlijk ook belangrijk dat je, want het is niet helemaal pluis in Arkham City, die Hugo Strange, dat is die gast die Arkham City heeft opgericht, die is ook iets van plan en je weet nog niet precies wat. En dat is eigenlijk het grote overkoepelende raadsel. Maar je bent dus eigenlijk op zoek naar wat de Joker allemaal aan het uitvreten is, ja, en die Hugo Strange en daar probeer je eigenlijk achter te komen. Eigenlijk wel. Het begint met dat je achter de Joker aangaat, maar het grote mysterie van de game is wat wil Hugo Strange dan eigenlijk met dat Arkham City doen? Wat is zijn bedoeling en wat is zijn grote plan. Because I know everything about you. Your darkest secret. Your ultimate weakness. I know you are Bruce Wayne. We hebben dus een grotere stad. In plaats van een gevangenis hebben we nu een keer een stad. We hebben dikkere moves, we hebben vette side missions. Ja. Maar is het nou nog beter dan Arkham Asylum? Is het een stapje extra of is het gewoon meer van hetzelfde? En... Nou ja, weet je, het is meer van hetzelfde, maar tegelijkertijd is het, zit er veel meer inspiratie in. En weet je, je verwacht als het groter wordt, want in Arkham Asylum had je ontzettend veel details, weet je. Dat er echt, de vetheid van die game zat hem in de details. En nu die game echt wat 3 keer zo groot is geworden, verwacht je dat er wat details verloren gaan. Want ja, de game is groter, dat lijkt me logisch. Maar dat is helemaal niet waar, want je hebt bijvoorbeeld Crime Alley, waar de ouders van Batman zijn gestorven, waardoor hij dus Batman is geworden. Daar kun je naartoe, daar kun je hun dood kun je eren. Dan komt een heel mooi muziekstuk, komt er dan en dan echt een soort van... Ik zie jouw nerd hartje hier helemaal opleveren. Ja.
Maar weet je, er zitten zoveel details nog steeds in. En nu niet alleen in dat kleine asylumpje, maar over die hele stad verspreid. Dus je kunt overal, ontdek je dingen. Dit is zeg maar waar de comic nerd een tissuebox bij nodig heeft. Een zware, dikke, misschien wel 10 tissueboxes, ja. Maar je moet wel van Batman houden, maar ook als je niet van Batman houdt, is dat gewoon een vette game. Want het vechtsysteem is nog steeds zo bruut. Weet je, ik heb altijd al gezegd, dit is het vechtsysteem zoals het in Assassin's Creed, zoals we hem in Assassin's Creed hadden willen hebben, weet je, dat je vooral met counters knokt. Alleen dan veel uitdagender en veel bruter en stoerder. Zitten er ook wat challenges in? Ja, die zitten er ook zeker in. En die kun je nu ook met Catwoman doen. Moet je hem wel kopen. Als je hem tweedehands hebt, dan krijg je Catwoman missies niet. Dat zou jammer zijn. Ja? Ja. Dat is echt afjijn plus? Nou, dat valt wel mee, maar het is wel een hele leuke extra. En het hoort ook, het zit ook verweven in het verhaal. Het is niet een soort van losstaand ding. Af en toe ga je met Catwoman en zij vecht net zo stoer als Batman. Misschien nog wel stoer. Zij heeft iets minder upgrades, want Ja, niemand kan zo cool zijn als Batman. Dus, Arkham City, moet je hem halen? Ja. Nerdgasm Mega Plus. En niet alleen voor comic geeks, ook voor gasten die gewoon ervan houden om op stealthy en op stoere wijze mensen in elkaar te slaan. En shit verzamelen en zo.